Goed. Hallo allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let's Play Advanced Scenario's voor Train Simulator Classic tegenwoordig. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan wij een afleveringetje Let's Show doen. Nou ja, zoals jullie natuurlijk allemaal weten, heb ik natuurlijk een eigen route aan het bouwen. De Nieuw Nederland route. Uit de hand gelopen project, of een uit de hand gelopen probeersel was het. En daar is uiteindelijk is dus natuurlijk deze grote route gekomen. Ik zal jullie hem even hier op de kaart bekijken. Ja. De oorsprong van de route is eigenlijk hier ontstaan, hè? Dit stukje, dit hoekje. Jammerhuizen en Jammerhuizen Noord. En ja, dat is eigenlijk deze hele grote route geworden. De vorige aflevering op mijn YouTube-kanaal, kun je een aflevering terugkijken, heb ik een scenario gedaan, een stoptreinscenario, helemaal vanaf hopeloos helemaal. En dat liep dan hier helemaal zo naar boven toe. Zo. Hier richting Tieleveen. En van Tieleveen richting Jammerhuizen. Jammerhuizen Noord. Ja. En dan zijn wij helemaal hier zo naar boven gegaan. En natuurlijk het station Haresdam. En vanuit Haresdam zijn wij dan helemaal naar Eikenburg gereden. Wat eigenlijk dus nu het voorlopige eindpunt is van de route. Vandaag gaan we eventjes een let's show doen. We gaan jullie een stukje van de route laten zien vanuit de cabine. En we gaan nu het bovenste stukje doen. Haresdam kennen jullie allemaal. Wil je zien hoe het er allemaal een beetje uitziet? Kijk, dan kun je de screenshots die ik allemaal geplaatst heb, kun je rustig bekijken. Vandaag gaan wij dit bovenste stukje doen vanuit Haresdam. Loopt het stukje helemaal hier, heb je Haresdam en dat gaat dus deze kant op. Zo, kijk, en we gaan dus eigenlijk in. We beginnen hier in Bochel, station Bochel, en dan gaan we hier richting het station Zuiderveld. En dan gaan wij van Zuiderveld gaan wij naar Haresdam, een hele grote. En Haresdam is een metropoolstad met veel kantoren. En hoge gebouwen. En dan doen we daarna doen we ook nog eventjes dit kleine stukje erbij. Naar Heesdijk. Dat doen we er ook nog even bij. Dus we rijden één ruk door. Hier houdt de route op. En in de volgende beta die ik dan in mijn gedachten heb zitten. Is dat ik in ieder geval al aan deze kant ga uitbreiden. Uitbreiden. En dan zullen op een andere aflevering gaan wij eventjes het stukje vanaf Haresdam richting Noord-Duitsland bekijken. En dan maken we even een ritje naar via Sint Rudolf, Harkestein. En via Harkestein gaan we naar het station van Radolfzeel fictief. Want Radolfzeel is een bestaande plaats in Duitsland. Ook een groot station. En dit is het fictieve station, of het fantasiestation voor de Nieuw-Nederland-route en Noord-Duitsland-route. Goed, ik heb even genoeg hierover gepraat. Wij gaan naar de cabine toe, hier in Bochel. Dus we gaan dus nu even instappen. Zo. En wij gaan op naar Haresdam. En vanuit Haresdam rechtstreeks door naar Heesdijk. Ik zal zeggen, geniet van de route. Ik zal zoveel mogelijk nu in de cabine blijven. Zodat je ook het zicht ziet hoe het eruit ziet vanuit de cabine. Ja, want ik heb natuurlijk al heel veel screenshots geplaatst op SimTogether. Op mijn topic. En dus vandaag helemaal vanuit de cabine. Dat je ook een beetje een idee krijgt van hoe ziet dat er nou uit vanuit de cabine.
Goed, wij gaan ons even kijken, de frontzijde gaan we even aanzetten en dan gaan wij even dingen. Ik heb eventjes een free roam gedaan, dus dat houdt in, je komt dus onderweg in tegenstelling met de vorige aflevering geen AE-treinen tegen. Het gaat puur alleen eventjes om de route te laten zien. Dus zo, die gaan we doen. Ja. En daar gaan we. Oh, hand, rem moet er nog af. Oh, wacht even. Even wachten, jongens, we gaan even stoppen. Even wachten. Voordat ik ga doen, wil ik eerst even de route helemaal even instellen. Op de juiste manier even instellen. Even kijken, dit loopt allemaal goed. Wij gaan, die moet even goed gezet worden. Dan gaan we maar via spoor 1 maar. Zo. Deze ook even omzetten in plaats van spoor 3. Ja. Dan gaan we even de hele route even goed leggen. Dit ligt ook goed. Deze, hier moet het wissel nog even om. Ja. En dan gaan wij... Zo zit denk ik wel goed, denk ik. Hè? Ja. Dit ligt ook allemaal goed. Nee, dit ligt niet goed. Ik moet even daarheen. Zo. Geen was van. Deze moet ook in die kant in een normale stand staan. Ja. En dan in Heesdijk komen wij eventjes binnen op spoor 1. Tegengestelde spoor. Dus dan gaan we even hier even met wissel om en hier ook even met wissel om. Zo. Goed. Nou, zover alles klaar. Let's go. Op naar het station Zuiderveld. Dus station Zuiderveld en Bochel is het blokstelsel A in werking. We rijden net post T van Bochel voorbij. Het bijzondere van dit stukje traject is dat er een kleine tussenblok zit. En dat heeft te maken met de aansluiting naar de zandafgraving in Zuiderveld. En bij de aansluiting naar de zandafgraving is een extra blokpost. Het is eigenlijk maar een heel kort stukje naar Zuiderveld. Dus, ja.
nou ze zijn toch wel uit de stand stop. Hier is dus de aansluiting naar de zandafgraving. Met het bijbehoren vertakking zijn. Dit is dan het inrijsein van Zuiderveld. We hebben beveiligd, dus we mogen naar binnen. En hier komt ook het spoor uit Raadskerke. B1. Eigenlijk nog te hard zie ik wel. Zo, doe even de deurtjes even open en een keertje dicht. Eventueel voor de kenners onder ons van Edwin, het station doet me wel ergens aan denken. Ja, dat zou best kunnen. De inspiratie van dit station is eigenlijk... Het lijkt op het station van het Zuid-Limburgse Simpelveld in de oude stijl, hè, toen het nog een enorm groot emplacement had, hè, in de tijd van de mijnen open waren. En toen was het linkse spoor hiernaast, was het toen nog niet in het echt, in de jaren 70 en de jaren 80. Dat heb ik er dus wel ingelegd. Het lijkt wel inderdaad, het lijkt inderdaad op het station Simpelveld, maar toch is het niet. En waarom is het niet? Omdat de omgeving toch heel anders is. Je hebt geen aansluiting naar Vetschau. Het is vlak, hè? Zuid-Limburg is heuvelachtig. Maar ik zou je wel even een tip geven. Ik zou het heel erg leuk vinden om in echt de beleving van Zuid-Limburg willen rijden. Die route is uit. Bed heeft een hele mooie route gemaakt. De Zuid-Limburgse spoorwegen. En die heeft dus eigenlijk de spoorlijn van Kerkrade... naar Valkenburg helemaal nagemaakt. In de huidige situatie zoals het nu is bij de Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij. Dus niet uit de oude NS-tijd, maar in de tijd van nu.
in het ZLSM-tijdperk, ja. En in Wiuren heeft hij dan de aansluiting op natuurlijk de spoorlijn die hij al eerder heeft uitgebracht, van Vaals naar Maastricht, de voormalige stoomtramverbinding. Ja, dat is een leuke route. Ik heb hem zelf ook al gedownload. Dat heeft hij best heel mooi gemaakt. Dus als je echt de beleving van Zuid-Limburg wil meemaken, dan zou ik zeggen, zeker een aanrader om die route te downloaden. Maar goed, we gaan terug naar mijn eigen route. En wij gaan nu onderweg naar station Weiden. Ik denk dat ik hier inderdaad toch wel misschien voor een tweede beta, als ik het uitbreng, toch eens een keertje de seinen eens een keer opnieuw moet nakijken. Want ik merk toch wel dat enkele voorseinen niet helemaal vlekkeloos werkt. En dan heb ik dus nu niet meer het pakket van Wilburg, maar ik heb nu de seinen van COA geplaatst. Die werken wel iets beter. Klassieke beveiliging. Lag. Remmen naar 80. Nou, dit is station Weiden. Station Weiden heeft twee seinhuizen. Nou, we zijn net bij de spoorwegovergang voorbij, dat is post 1. En post 2 bevindt zich in het stationsgebouw. Dus, en ook dit station lijkt inderdaad op een Zuid-Limburg station. Inderdaad, het lijkt op station Wiuren. Maar in de oude stijl. Station Wiuren in de oude stijl. In de oude situatie. Alleen toch met een eigen fictieve fantasie erin. Dus
de sporensituatie heb ik wel zoveel mogelijk laten maken zoals dat in wielrennen destijds ook was. Inderdaad, hier een driesporige dingen en dat hele rare half Engelse wissel hier zo, dat was best wel moeilijk te maken. Vanaf hier tot aan station Haresdam maakt het spoor gebruik van het blokstelsel 3 voor dubbel spoor. En het traject vanaf Weiden naar Haresdam is verdeeld in meerdere blokken met tussenposten, dus dat die kun je al wel weer wat met een extra, wat meer treinen extra rijden. Hier kun je dus ook met een goederentrein makkelijker tussendoor. Bij blokstelsel A wordt van station naar station gereden. Of in ieder geval naar een punt waar in ieder geval gekruist kan worden. Blokpost. Plankbaken. Voorzijn. Kijk, hier werkt het voorzijn prima. Eigenlijk een beetje een beboste omgeving. En weer een blokpost voorbij. Op naar de volgende blokpost. Voor zijn veilig. Zijn. Nou, dan krijg je hier al de nieuwbouwwijk van de voorstad van Haresdam eigenlijk, hè? Dienstregeling snelheid moeten we binnenrijden. Nou, station Haresdam is tegenwoordig voorzien van een stationsblok.
reiszij van het station en heeft dan, als het goed is, komen bij een zogenaamd tussenblok. Omdat het best een groot station is, is ook het station zelf nog even een extra blok ingezet. En de treinpaal heeft wit-rode bekleuring, omdat hier ook gerangeerd wordt. Ja. Ja. Dat geldt ook voor rangeerbewegingen. Nou, dat was station Harendam. En dan gaan we... Ik denk dat het sein nu niet uit de stand stop komt. Omdat ik hem nu natuurlijk vanuit de free mode heb opgestart. Als ik hier een scenario van gemaakt had, dan was het sein wel uit de stand stop gekomen. Ik ga nog even tap, want ik krijg wel approved. Ja. Als ik een keer heen en weer ben gereden, dan gaat hij wel omhoog. Dat is een beetje een nadeel van die, ja, die klassieke seinen. Het functioneert niet echt goed naar behoren zoals het zou moeten eigenlijk. Dus ook, natuurlijk is dat natuurlijk ook heel moeilijk te na te maken, natuurlijk, een trainsimulator. Maar... ATW in. En hier gaat is het automatisch blokstelsel. Hier treedt het automatisch blokstelsel in werking. Met licht sein van het lichtste seinstelsel 1946. Het enige nadeel, jammer van, is dat er in Train Simulator niet de hoogtestanden zijn en niet zijn. Wel de enkel stand zijn voor voor de blokken en voor het uitrijseinen. Maar voor het inrijden van de stations met de drie standen zijn, die is er helaas niet. Dat is wel jammer. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, dus... Loop straks in de verlenging van dit stukje van dit stuk van het traject.
is dus inderdaad mijn plan om een groot stuk van de, van deze dubbelsporige baanvak te voorzien van het lichtstelsel 46. En halverwege komt ook weer wat klassieke beveiliging in en de wat moderne seinpalen van de, want ik wil van dit stukje baanvak wil ik echt een mooi stuk maken waar je ook wat met meerdere treinen en meer IE-treinen kunt inzetten in plaats van enkel spoor. En dan komen we aan op station Eesdijk. Nou, en toen zijn we aangekomen op station Eesdijk. Nou, dan zetten we deze even terug. Dan gaan we even van cabine veranderen. Zo, de terugreis. Nog eventjes, zal even een klein stukje laten zien, want het spoor loopt dus inderdaad hier nog verder door, naar achteren. Even zo laten zien nog. Hier is nog een beetje scenery. Ja, en hier houdt het dan, achter de bomenrij, hier houdt het eigenlijk op. Zo. Kijk, en dan heb ik dus inderdaad het spoor nog even iets verder doorgetrokken. Naar achteren nog, en dan houdt het daar helemaal op. En ja, het is hier nog helemaal nog geen scenery, dus dat... En het spoor zal dus nog in de toekomst nog helemaal verder worden uitgebouwd. Dus dat is eigenlijk het stukje wat ik jullie voor vandaag in deze aflevering wil laten zien... Dat is eigenlijk het stukje wat ik eigenlijk jullie eigenlijk voor deze aflevering wil laten zien. Wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken van deze aflevering. En dan zou ik zeggen, hoop je tot de volgende keer dan maar weer. Nou, een fijne dag allemaal en tot de volgende keer. Doeg!